Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het tijd voor een nieuwe Formule 1 2021 video. Want de trailer die is net uitgebracht en ik ga meteen erop reageren, want ik kan niet wachten. Ik heb super veel zin in de nieuwe game en daar gaan jullie natuurlijk ook super veel content van zien. Dus wil je dat nou niet missen? Abonneer dan zeker hier op het kanaal, laat een like achter en doe het belletje aan zodat je helemaal niks mist. En laten we meteen maar even kijken naar de trailer. Nou, daar gaan we dan, jongens. Oeh, ik heb hem nog helemaal niet gezien. Ik heb gewacht op dit moment. En Oké. Dit is heel erg interessant. Dit is niet de trailer die ik had verwacht. Je wordt wel hyped. Het ziet er vet uit. Gekke animaties. Goeie quotes. En alles is carbon of zo. How far will you go? Oké. Okay. Echt een soort story mode. Before you reach your... Wat else is het voor een epische storyline breaking point? Oké. Dus het punt waar je breekt of het punt waar je remt. Oké, dit was hem jongens. Out on July 16. Dus 16 juli is het feest. Nou, dat was dus de trailer. We hebben nog geen gameplay gezien, maar we hebben hier op de site een stuk meer informatie. Feel the rush and live the drama in F1 2021. Wat is er nieuw? Nou, we hebben Breaking Point, waarvan de trailer dus ook was. Go on an epic journey with Breaking Point, our brand new story mode. Dus het is een coole story, verhaal mode, super tof. Rise the ranks from Formula 2 to a shot at the stardom in the world of Formula 1. Dus je gaat van Formula 2 naar Formule 1. Oké, en het gaat dus over de lifestyle on and off track. Dus we gaan ook een stuk meer behind the scenes zien. En ja, dat wordt heel erg tof. Oh, en de enige echte Devin Butler is back in business van F1 2019. Daar had je natuurlijk die drie korte story episodes. En ik denk dat Breaking Point een veel langere soort story episode is. Dus laat zeker weten of ik dat moet gaan opnemen. Ik denk het bijna wel zeker. Maar Breaking Point, dus een nieuwe game mode weer die eraan is toegevoegd. Ik kan echt niet wachten om dat te gaan proberen. Dus dat klinkt al heel goed. Dan heb je two-player career. Oh ja, jongens. Dan kan je gewoon met je vrienden career mode doen. Hoe leuk is dat? En dat ga ik ook zeker doen. Maar laat in de reacties weten met wie ik dat dan zou moeten gaan doen. Dus ik ben benieuwd hoe je het überhaupt met z'n tweeën kan doen. Maar ik denk dat je dan inderdaad samen in een team zit. En ja, lekker moet gaan racen met elkaar. Oh, je kan co-op doen of tegen elkaar. Dus misschien dat zelfs ook de ander in een ander team kan zitten. En dan kun je precies alles zelf instellen zoals in career mode, zoals je het zelf wil. Ik heb nog een documentje van Codemasters gehad en hier staat ietsje meer over de career mode met die two player option. En je kan gewoon online joinen en samen of tegen elkaar racen in career mode. Dus iedereen kan zijn eigen assist instellen en zijn levels beheren en alles. Dus ja, superleuk. Ik ben heel erg benieuwd. Hartstikke tof. De volgende feature is Real Season Start. We doen natuurlijk altijd onze races ja, met het seizoen mee. Maar dat kan nu ook al meteen. En dat is super tof. Je kan de standings en alles meteen zien. En je kan meerijden met de remaining races. Dus dat is super tof. En als je iets minder hardcore bent, zoals mij met My Team en Career en alles, dan kun je gewoon lekker Real Season doen. En dan kun je gewoon lekker met de raceweekenden meerijden. Nou, Next Generation Experience. Nu is het nog sneller. En ziet het er allemaal net even wat meer polished uit. Nu is het geoptimaliseerd voor de next-gen consoles. En er staat ook dat je gratis kan upgraden naar een next-gen versie. Dus als je nog geen nieuwe PlayStation of Xbox hebt, dan kan je die alsnog wel gewoon upgraden later. En wat komt er terug? Nou, gewoon My Team, Split Screen, Shorter Seasons, Accessible Options, Formule 2... En alles, dus het wordt alleen maar groter, meer, leuker, beter. En alles, en ik kan niet wachten, jongens. Nou, en je kan nu al pre-orderen, dus als je hype bent, net zoals ik, doe het dan ook zeker. En ik heb wat heel leuks voor jullie, dames en heren. Want ja, ik heb namelijk geregeld met Codemasters dat jullie een 10% discount krijgen als jullie mijn linkje gebruiken.
En dat staat in de beschrijving. Het is een linkje met /Maxime10. En als je dan de code MXM10 gebruikt, dan krijg jij 10% korting. En ja, dus heel erg bedankt Codemasters. Het is een soort van samenwerking, dus check het zeker uit. Ik weet niet hoe ik het precies moet uitleggen, maar jullie krijgen 10% korting. En dan krijg je een deel van de aankoop. Dus hey, we zijn allemaal blij, toch? Oh, en met de deluxe editie krijg je 3 dagen early access. Dus dan kun je op 13 juli al aan de slag gaan. En Portimao, Imola en Jeddah, die worden gratis toegevoegd als post-launch content. Dus die zullen we niet hebben wanneer de game precies uitkomt. Ik denk dat ze nog veel moeten filmen of scannen of iets om die banen in de game te krijgen. En ja, daar moeten we dus nog heel eventjes op wachten. Maar die worden er gratis aan toegevoegd. Dus dat is wel super nice. Oh yeah, nu kunnen we al eventjes kijken naar de auto's hier ook. Not final, maar hier hebben we de Alpine. En die ziet er prachtig uit. Gaan we door naar de Alfa Tauri. Die ziet er ook heel erg crispy uit. Ik vind het heel dope. Dan hebben we hier de McLaren. Ik heb het gevoel dat hij wat sponsors mist, maar dat kan aan mij liggen. Door naar de Haas met de Russische vlag. Hoezé. Oh my god, kijk die prachtige Aston Martin. Ik kan niet wachten om een Aston Martin career mode of iets te doen. Dus laat ook weten in de reacties welke career mode ik moet gaan doen. Het wordt een hele lijst in de reacties met wat ik aan jullie vraag allemaal. Maar oh, die ziet er echt heel erg shiny uit. Gaan we door naar de Alfa. Die ziet er ook gewoon echt prachtig uit. Ik vind echt een mooie auto. En de Red Bull zoals we hem kennen natuurlijk. Gewoon dat mat blauw. Ook hartstikke mooi. De Williams ziet er eigenlijk best wel sick uit hier. Ik weet niet hoe of waarom, maar dat blauw dat knalt er lekker uit hoor. En dan herhalen we nog even de belangrijkste dingen. Het komt dus uit op 16 juli met de deluxe editie al op 13 juli. En de normale editie die kost €60 en de deluxe editie die kost €75. En dan krijg je ook nog wat extra dingen erbij. Dus altijd mooi meegenomen. En wat krijg je nou allemaal extra met die deluxe editie? Dat is het My Team Icons Pack. En wat exclusieve customization items zoals je livery, helm, je pak en alles wat erbij komt. En je krijgt 18.000 pitcoins in plaats van 5.000. En met de pitcoins kun je weer in-game customization items kopen. En ik neem aan dat er weer zo'n soort van podium pass is met allemaal toffe items die we kunnen unlocken. En de early access is natuurlijk wel even lekker mooi meegenomen. Nou jongens, dat was de video dan. Ik heb er super veel zin in. Ik hoop jullie ook. Smash natuurlijk op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En vergeet zeker niet om dat belletje aan te zetten. En dan zie ik jullie de volgende keer jongens. Later!